Ruim 30 cabinemedewerkers van Ryanair op Eindhoven Airport moeten verhuizen naar een ander land. Ze zijn overgeplaatst naar een andere basis, dat meldt vakbond FNV Luchtvaart. Zo'n 16 andere medewerkers die nog in hun proeftijd zaten, die zijn ontslagen. Ryanair heeft de basis op Eindhoven Airport vandaag gesloten, ondanks fel protest van piloten en cabinemedewerkers en een uitspraak van de rechter. Vakbond FNV Luchtvaart spant daarom nu een kort geding aan tegen de sluiting. De medewerkers die overgeplaatst worden krijgen maar een paar weken tijd om te verkassen. Bij Eindhoven Airport is verslaggever Raoul Kartens. Raoul, die mensen mochten toch niet ontslagen worden van de rechter? Ja, dan heb je het over die 16 piloten die die zaak hadden aangespannen en vorige week hebben gewonnen. Maar hier gaat het om de cabinemedewerkers. Die hebben nog geen zaak aangespannen. Ze zeggen wel van hé, wat voor die piloten geldt, geldt ook voor ons. Maar daar moet de rechter zich nog over uitspreken. Dus ja, die mensen die in de proeftijd zitten, die mochten sowieso ontslagen worden. 30 medewerkers zijn dus overgeplaatst. En andere 30 medewerkers zitten nou dus nog hier in Eindhoven en omgeving te wachten. Want ze hebben geweigerd om naar een andere basis te gaan. Tegelijkertijd hebben ze ook geen ontslagbrief gehad. Zo sprak ik met Gustavo, zo'n purser. Die werkt er al 7,5 jaar en hij weet dus niet waar hij aan toe is. Actually no. We also sent another letter to the company saying that we're still available because our contract is not broken. We didn't sign any other new contract in the new base that we have been transferred to. And we sent a letter saying that we're still available for them to work in Eindhoven. So we didn't refuse to work. Are you afraid that you'll get sacked? Actually, no, because we think that the Dutch law are backing us up and we are right what we are doing and we think we are in the right position. That's what we are doing. I'm not afraid to be sacked. Raoul, Ryanair zit op rampkoers, zo lijkt het althans, hè? Alsof ze zich nergens iets van aantrekken. Klopt die indruk? Ja, maar die klopt al jaren, want Michael O'Leary, de baas van Ryanair, is een hele grillige man. En die zal geen stroopbreed toegeven aan vakbonden of personeel. Maar ondertussen inderdaad, ja, de basis is nu dicht. De toestellen die er nog staan, die worden morgen weggehaald. Dus ramkoers, nou ja, gewoon immer geradeaus, rechtuit en niet afwijken van je pad. En ze trekken zich dus ook gewoon helemaal niks aan van een uitspraak van de Nederlandse rechter? Ja, dat is nog de vraag, want bij die 16 piloten is nog geen ontslagbrief binnengevallen. Dus die zitten nu ook gewoon thuis, bereidwillig om te werken. Maar zelfs bij Gustavo, ze weten niet waar ze naartoe zijn, maar dat zal ja, de komende dagen waarschijnlijk wel blijken. Vooralsnog hebben we dan geen signalen van gekregen dat zij een ontslagprocedure in zijn gegaan. Vanaf Eindhoven Airport, Raoul Kartens, dankjewel.